zoals er in de handleiding stond, dan moet je 1 gram natriumsulfiet in 100 milliliter water oplossen. Vers bereid, maar we doen dan 0,5 gram in 500 milliliter. Want als je het niet vers maakt, dan komt er weer zuurstof in het water. En het is juist de bedoeling dat die natriumsulfiet met zuurstof gaat reageren. Dus tot natriumsulfaat. En dan zit er geen zuurstof in het water. Dus nou, dan gaan we eventjes afwegen op de weegschaal. Hij stond op 0. Leg je papiertje erop wat je 2 keer faalt. En dan drukken we op taren, oftewel tareren, dan staat hij weer op 0. Dan gaan we 0,5 gram toevoegen. Oei, je ziet te veel. Dus dan gaan we van het weegpapiertje weer met een spatel, dit heet een spatel, gaan we een klein beetje natriumsulfiet eraf halen. Dan hou dit potje natuurlijk hier vlak boven. Als je het dan hier houdt, je gaat dan, dan gooi je de helft eraf, terwijl je met die spatel naar dit voorraadpotje gaat. Dus je houdt het potje zoveel mogelijk erboven. Nou, 50. En dat doen we dan in de Erlenmeyer. En daar voegen we 50 milliliter bij. En die 50 milliliter die hebben we natuurlijk gevuld met een spuitfles. En dit is een spuitfles. In knijpen en dan gaat dit water gaat daarin. En er zit er iets wittigs in, dat heet een flow. Dat is gewoon een magneetje. En dat zetten we dan op de magneetroerder. Daar zit ook een magneetje in. Zet je hem aan, dan gaat een magneetje draaien. Dus een roerder zit ook een magneetje en die zorgt ervoor dat de magneet gaat ronddraaien. Je kan hem ook harder zetten, maar je mag hem natuurlijk niet te hard zetten, want dan krijg je luchtinslag. En dat is juist niet de bedoeling. Je moet alleen willen dat de natriumsulfiet netjes oplost en daardoor reageert met de zuurstof in het water. Dus dat er 0 tot 1 milligram zuurstof in water is opgelost. Normaal zat rond de 10 milligram zuurstof in 1 liter water. Nou, die is dan opgelost. Dus ik kan de roermotor uit. En nu zit de flow zit nog in de Erlenmeyer. Maar wat heb je dan? Dan heb je een flowjevanger. Die ziet er zo uit. Hier zit een haakje, kan je hem ergens aan haken. Aan het drogerek. Aan de andere kant zit ook een magneet. Dus dan stop je die erin. En dan trekt de ene magneet de andere magneet eruit.